Mijn naam is John Venstra. Ik heb sinds begin dit jaar de activiteiten voor de Benelux-markt overgenomen als business director. In die hoedanigheid neem ik de activiteiten over van Henk van Leuven, die onze organisatie heeft verlaten en met pensioen is gegaan. Binnen het takenpakket als business director moet u de volgende zaken zien. Dat is sales, marketing, netwerk en service. In feite is mijn carrière binnen Iveco tweeërlei opgebouwd. Internationaal en nationaal, Benelux. Om te beginnen bij het eerste internationale tak is dat ik de laatste 2,5 jaar ook verantwoordelijk was voor de international key accounts voor de EMEA-regio. Dat is trouwens een activiteit die ik ook in de actueel zal blijven uitvoeren. Dus in zijn totaliteit, als je beide takken bij elkaar optelt, zit ik 15 jaar bij de groep. Dus ik kan wel stellen dat ja, CNHI en zowel als Iveco de groep mij zeer bekend is. We staan, als je kijkt naar 2014, hebben we 2014 afgesloten in wat wij noemen het light segment, 3,5 tot 6 ton, met een 7% marktaandeel. Nou, dat willen we dus de komende 3 jaar verhogen naar 10% marktaandeel. Het Eurocargo segment binnen Iveco, daar zijn we marktleider. Daar zijn we 2014 geëindigd met 28% marktaandeel. En de marktleiderschap. Nou, in die context is ook voor de komende 3 jaar dat we hier de ambitie hebben om onze marktpositie en leiderschap vast te blijven houden als dusdanig. Last but not least is 16 ton plus dat segment, waar Iveco een challenger is. We zijn 2014 zijn we geëindigd net onder de 6% en dat willen we duidelijk naar boven halen. Nu, onze ambitie is klaar en duidelijk om 2% marktaandeelgroei te realiseren binnen de 3 jaar. Dat betekent concreet dat we in 2017 met een net onder de 13% willen gaan eindigen. Nou, je moet het zo zien dat het platform wat mijn voorganger heeft achtergelaten is een solide platform. Maar een solide platform om verder op uit te bouwen. En wat ik net heb aangekaart met de marktaandeelambities die voor zich spreken, betekent duidelijk dat we op commercieel vlak, sales marketing, daar met name meer schwung in gaan brengen. Dat betekent dat we dus ook het netwerk meer zullen gaan monitoren, op vlak opvolgen, managen, op vlak van time of arrivals, bij onvoorziene stilstanden, om dat soort zaken dus efficiënter en dus sneller te maken met één doel, de customer satisfaction dus te gaan verhogen. Wij zijn zeer overtuigd dat CNG, en niet alleen CNG, maar ook LNG, absoluut aan de vooravond staat van de grote doorbraak. Waarom? 1. De infrastructuur op vlak van CNG is nu in volle uitbouw. Ik sprak u daarnet ook over LNG, ook daar, dus je liquefied natural gas, is meer voor de lange afstand je vervoer, waarbij ook een autonomie in rijkwijde kan bereikt worden van 750 tot 800 kilometer en zelfs meer. We staan aan de vooravond en Iveco is daar een leading manufacturer in, om het zo te zeggen. Op het full range gamma die wij ter beschikking hebben per vandaag. Overheid speelt bij de verdere uitbouw van het CNG-LNG verhaal zeker een rol. Het is ook zo dat als je spreekt over steden, hè, en dat is trouwens al in volle ontwikkeling, waar steden zoals Brussel al en andere grote steden, trouwens ook op Europees vlak, Londen, Berlijn, Parijs, wat tegen 2020 dieselvrij moet zijn. Nou, dat zijn natuurlijk ontwikkelingen die uiteraard een commerciële consequentie hebben. Dus ik zou zeggen, met Iveco, CNG, LNG zijn we het gepaste pakket dat we kunnen aanbieden voor dit segment van alternatieve bedrijfsvoertuigen. De vraag omtrent de vrachtwagen van de toekomst is natuurlijk een zeer brede vraag en een zeer open vraag. Er zijn verschillende facetten die daarbij komen kijken, van aerodynamica tot ook weer alternatieve brandstoffen vormen. Iveco ziet de bedrijfsvoertuigen van de toekomst eigenlijk tweeërlei. Enerzijds op de lichte bedrijfsvoertuigen heeft Iveco recentelijk nog in Duitsland op de IAA de Iveco Vision tentoongesteld.
Waarbij concepten van doorgedreven telematica in combinatie met aerodynamica en veiligheid en milieu combineert. En eigenlijk kun je dat doortrekken naar ook het midden- en zware segment van de toekomst toe. Betekent dan ook alternatieve brandstofvormen. Gaande van dieselcombinatie naar elektro, naar hybrid, naar CNG en LNG. Dus ook die combinatie zal zeker naar de toekomst worden uitgebouwd.